Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Deze week was ik op cursus en ging altijd met Tessa mee. Bijzonder, ja, leuke vlog. En wat gaan we nog meer doen? Steve gaat de mutrun doen en die heeft dus de GoPro mee, maar dat ging niet helemaal goed. Dus in ieder geval veel plezier met kijken. Vandaag moet ik 2 paarden rijden, Verona en Bella. En ik zit nu op Bel. Ik ga even rijden. Ik denk toch mijn vader ook was, dat ik gewoon wat wil. Oh, ik ga rijden. Zo, en wie hebben we hier? Hallo, dit is Verona. En Verona die ondergaat gedwee alles wat Tessa doet. En Tessa, wat ben je nu aan het doen? Ik ben aan het poetsen, zie ik wel. Ondertussen zit Verona met de happen. Ja, dat is wel een hele vieze plek daar. Weet je wat ze heeft gedaan vannacht? Hè? Geslapen. Wat zeg je? Geslapen. Oh, Verona die schudt ja. Dus het is waar. Heb je geslapen, Verona? Ja, dat heb ik gedaan en ik lig open. Daarom is dat niet. Zie je het? Ja. Goed zo. Ja. Nou, en daar is Tessa aan het draaien met Verona. En Verona die heeft er vandaag niet zo'n zin in. Het is een beetje lastig is ze vandaag. En dan komt ze daar lekker aangestapt. Goedemorgen Tessa. Vandaag is het zaterdag en Rebecca die is een workshop aan het geven. Dus moet Tessa, die moet Verona rijden en Bella. Verona die is vanochtend al in de wei geweest. Niet conform planning. Dus we waren helemaal in de war toen we hier kwamen. Omdat Verona die moest pas later op het land. Maar goed, die stond er al. Dus Tessa heeft eerst eventjes Bella gereden. Zeker 20 minuten. En Bella staat nu weer op stal. En ik geloof dat Bella zometeen ook weer op de wei mag. En nu is lekker Verona aan het rijden. Alleen Verona die heeft een beetje een slechte dag vandaag. Het schijnt dat ze hengstig is. En dat volgens mij is ze gewoon bang van die eenden. Er zitten daar 2 eenden aan de rand. Ik zal even kijken of ik dat eventjes kan inzoomen. Volgens mij is ze bang van die eenden. Zien jullie dat daar? 2 hele gevaarlijke eenden. Ja. Je weet maar nooit wat die eenden gaan doen natuurlijk. En net was ze ook al bang voor een vuilnisbak. Dat is ook heel eng. Dat was deze vuilnisbak die daar staat. De gele deksel. En dat bankje, die vond ze ook niet prettig. Of misschien is ze gewoon eigenwijs vandaag. Dat kan. Ze heeft namelijk ook mijn jas al helemaal bevuild. Ze zat er met de happen. En ze gaf me ook... ik heb wel een massage gehad vanochtend van Bella. Bella die gaf me een massage op mijn rug. En blijkbaar is dat heel normaal, maar ik vond het een beetje vreemd. Ik was misschien ook een beetje bang. Maar Tessa zei dat het heel normaal was. Ja. Nou, dat ik vanochtend een massage kreeg van Bella. Vond ik een beetje eng. Nee, is dat helemaal niet. En Tessa deelde ook nog dat ik met Bella ging zoenen. Maar dat deed ik niet. Ik geef je ook. Dat was het.
het. Nee, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga niet zoenen met een paard. Gewoon een kusje. Oh, ook niet met een pony. Hè? Wat zeg jij, Verona? Ik mag helemaal niks, toch? Verona mag niks zeggen. Ze krijgt gelijk de sporen en weg is ze. Nee, man, ik heb helemaal geen sporen. Nou, maar dat is figuurlijk bedoeld, hè? Ben je er klaar mee, Tess? Nee. Wat is dit voor houding? Ik knuffel mijn paard. Oh, ik dacht dat het een speciale houding was of zo. Je hebt galop en doorrijden, doorzitten. Je dacht, dit is doorliggen. Kijk, de oren die staan nu helemaal naar voren. En dat betekent dat ze het wel leuk vindt. Ik wil paard niet weten al wat wel. Kijk, ik zal die oren eens eventjes filmen. Je kan het aan de staart zien. Als de staart omhoog staat, wat betekent dat dan? Dat betekent dat het paard moet poepen. Het paard, als ze ontspannen is, dan doet ze de staart omlaag. Nee hoor. Er zijn allerlei kenmerken van een paard waarvan je kan herkennen hoe het ermee staat. Jongens, zoek dan maar op Google. Je hoeft mijn vader niet dat te geloven. En je ziet ook nu aan de houding van de Verona dat ze vrij ontspannen is. Of niet? Wat zeg je, Tess? Ja. Tessa zegt vandaag niet zoveel. Ga je nog in galop? Je ziet nu ook dat Tessa die probeert het paard in bedwang te houden, te sturen. Maar dat Verona, die heeft er niet zoveel zin in. Verona die heeft zin in iets anders. Let op de lichaamshouding van Tessa op het paard. Ja, ze stapt heel rustig door de bak. Ontspannen, ze kijkt om zich heen. Ze staat dan goed alles in de gaten natuurlijk. Die weet dat wat er kan gebeuren. Dat er ineens daar ook een eend is of zo. Ja, het is wel moeilijk om hier wat interessants over te vertellen. We zijn hier op de Manege Middenhof in Maassluis. Op de achtergrond zien we daar de windmolens, boerderijen, een stukje spoor, industrie natuurlijk. Dat is allemaal te zien hier op de Manege. Nou, dit is duidelijk de galopgang. Je kunt ook zien dat Tess wordt wat verder omhoog geworpen. Dit was de niche. Nog een niche. De galopperende niche. Dit is een beweging die komt voort uit Duitsland. Maar dat voor het eerst was geïntroduceerd in 1956. Waar... een beroemde Duitse Amazone. Dit heeft verzonnen door de niche eigenlijk tijdens de galop te doen. Je kan het ook na de galop doen, in draf of in stap. Het beste is eigenlijk om de niche te doen na het paardrijden. Soms heeft de Amazone ook wel de niche. Nou, ik zit wat te vertellen over je galopgang, van dat je ook een niche ertussen deed. Wat zeg je? Verona heeft erg veel last van hoesten. Ging ze hoesten? Oh, ik dacht het was een niche. Oh, nou sorry Verona. Ik dacht dat het een niche. Ik ga het rustig opbouwen en dan ga ik een klein stukje galoppen. Maar dan, als het dan gaat hoesten, dan weet ik dat ze het niet krijgen. Oh, dat is geen goed teken. Dus als, ik zal het even herhalen. Op het moment dat een paard gaat hoesten, dan moet je het eigenlijk wat rustiger aandoen. 1, 2 keer hoesten, dat is niet erg. Kijk, Tessa die masseert nu even haar neus. Dat is altijd goed als een Amazone even haar neus masseert. Want dan kan ze daarna beter paard rijden. En, oh, dit is weer een knuffel of zoiets. Nee,
het is een beetje gênant. Wat vind je gênant? Wauw. Nou, dames en heren, dit is, is paardrijden voor gevorderden. Vrona denkt, nou zie je ook die oren die staan naar achter toe, dus Vrona vindt het ook niet, niet zo leuk. Nou, die staan niet naar achter toe. Zal ik even met je praten, Vrona? Ja, vind ik ook hier. Paardenslijm. Zie je, daarom nemen we meestal onze moeders mee. Wat zeg je? Daarom nemen we meestal onze moeders mee. Omdat? Omdat die betere teksten hebben. Ja. Ja, ik probeer ook wat teksten te verzinnen, want anders is het wel heel saai, zo'n rondje. Dan zet je een muziekje onder. La 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 la. Nou, meer heb ik niet te zeggen. We sluiten af met een spreuk van Tessa. Tessa, heb jij een spreuk voor vandaag? Als eenden in de bak zitten, dan zijn de paarden onrustig. Goedemorgen, zondagochtend, veel te vroeg. Steven heeft besloten, ik ga de mutterrun lopen. Toen had ze ook nog besloten, er moeten vlechtjes in mijn haar. Ja, nou ja, oké, ik kan vlechten. En onze paarden moeten toch het weiland op. En ze gaat met de GoPro filmen. Die heb ik dus net gegeven aan haar. Zo. Daar. Ze is nog niet wakker, dus we moeten het hier denk ik even mee doen. Beetje jammer, de GoPro die doet het niet. Accu had ik opgeladen, 98%. Dat is wat er nou mee is. Dus nu kunnen we niet kijken hoe Steve de mutterrun doet. Maar goed, dat maakt niet uit, want in juni gaat ze gewoon weer. En dat doet hij het vast wel. En anders laten we maken en anders dan hebben we een nieuwe nodig. No, yes. Dat is een beetje jammer, ja. Nou, ja. Nou, mijn moeder die heeft spulletjes gekocht en Christine, daar ben ik heel erg blij mee. Ik heb stoepkrijtspray gekregen en dat heb ik in een manen en een voorplek gedaan. Waardoor ze nu een roze manen en een roze voorplek heeft. Heb ik zelf ook een klein beetje in mijn haar gedaan. En ook in de staart van de onderkant, die een beetje hetzelfde dingen hebben in onze staarten. Dus dat we hetzelfde hebben in de staart. En ook nog een soort van lijm. En daarop kan ik roze glitters doen. Ik vind een stapje naar achter, want zo kunnen we het niet zien. En roze glitters doen. Nou, succes. En dan heb ik ook nog iets voor mijn hoeven, maar dan moet ik die dadelijk eerst op schoon maken. Maakt niet uit. Wij hebben een roze meisje. Ik zal even inzoomen op de hoefjes. En op mijn. Tess moet nog wel even leren om gelijkmatig dan het aan te brengen. Ja, het spijt me echt wel, Bel. Roze, roze. En de staart ook. Roze. En een paars stukje. Roze. En paars. En paars. En roze. En dan gaan we nu naar de andere kant. En dan hebben we. Blauw. En. Ik wou eens een keer uitproberen, maar nu is het sorry Tirano, het spijt me. En ze staart is ook nog blauw en paars. Nou ja, ik moet wel toegeven dames, het is wel echt cool. Jullie zien er wel stoer uit. Wij gaan zo onze vriendjes op in voor les. En Alice is er ook bij. En welke les dan? Paroestensie. Krijg maar zin in. Ja. Zin in? Ja. Ja. Okay. Eerste Pinksterdag. En wat doen wij? Je raadt het al bijna. Ja. Paardrijden. Paardrijden. Kijk, Kimmetje zit op Jinjiao. Zeg ik goed, hè? Jinjiao. Nee? Jingao. Hoe? Jingao. Ik bedoel maar. Ik kan dat gewoon niet, jongens. Dat is een echte hengst, dames en heren. Vergis je niet. Zien jullie dat? Nee, ik ook niet. Maar hij is het echt. Dit is de woeste hengst van de tante van Steef, hè? Oh ja. Oh, ja, jongens, dit is de tante van Steef. Vergis je niet. Jolanda.
heel veel mensen zo ver. Ochtends vroeg ziet er niet uit. En daar gaat hij. Hop, hop, hop. Nou was het zo. Oh. Nou was het zo dat ik van onze lieve Chris, kijk daar, daar, had ik een cadeautje gehad. Ik mocht namelijk meedoen. Alleen toen besloot Verona de longen uit de lijf te hoesten. En de afgelopen weken hebben vader erop gezeten, Tess heeft erop gezeten en Kim natuurlijk. En Kim zei al van, ze hoest nogal. Ik dacht, nou oké. Okay. Maar toen ging ik er gisteren op zitten en toen dacht ik, ja, ze hoest echt heel erg. Dus helaas kan mijn cadeautje niet doorgaan. Maar ik vond het wel heel lief. Tess die rijdt wel mee, Kim rijdt mee, dus op zich rustig ochtendje. Kijk, Roos heeft weer wat voor verzonnen. Iets met balletjes. Dat doet Roos wel vaker. En wat krijg je dan? Dit. Gaat het goed, Kim? Boebel, boebel, boebel. Het is net een Teletubby nu. Doe maar eens, de beweging van de galop zo op de bal. Toen die er net niet was. Ze zijn klaar voor de kliniek. Ik zal het even filmen. We hebben hier roze en blauw. Moet je die staart is echt waanzinnig. Heel gaaf. Dus ik denk dat het wel kan nu. Tadaa! Nee, dat zie ik. En weet je nog dat we geoefend hebben zo met een punaisepunt in je zadel? Ja, dat wist ik al. Goed zo. Maar dan zonder je rust vol te maken, hè? Dat is ook goed, dat heb ik niet zo. Ja, goeie. Dit is hem, Tessa. He, dus klein gaan staan en zachtjes weer gaan zitten. Donderdag! En lekker aan het rijden. Heel keurig. We hebben nog even de dierenarts laten komen afgelopen, goed zeggen, dinsdag. En ze bleef hoesten, dus ze heeft nu een kuurtje gehad, Verona. En nog een of ander pompje. En vandaag heb ik dan voor het eerst weer erop gezet, na anderhalve week. En het hoest is heel stuk minder, maar ze ademt nog wel zwaar. Dus we houden het nog even op veel stappen. En in stap wat oefeningen doen. En heel weinig draven. Ik denk 5 minuten of 10 minuutjes gedraafd of zo. Toen moest ze inderdaad nog wel hoesten. Maar na 3 keer of zo kon ze wel draven. Dus toen heb ik even 5 of 10 minuutjes gedraafd. En toen ben ik wel weer gaan stappen hoor. In stap nog wat oefeningetjes gedaan. En ja, nu is een vriendinnetje van Tess even aan het uitstappen. Het is vooral heel veel stappen, maar wel lekker om er weer even op te zitten. Want dat wist ik altijd wel heel snel. Wel leuke dingen gedaan natuurlijk, maar ja, ze staat ook lekker op de wei. Dus dat scheelt ook enorm. Dus ja, dat. Kom je op de manege. Zie je daar een paar sokken. Daar. En een paard. Hé, hey, dat paard, dat ken ik. Dat is mijn paard. Vandaag is vrijdag. Tess is lekker aan het rijden. Verona is nog niet helemaal beter. Dus die staat in de stapmolen. Daar heb ik gisteren mee gereden. Zoals jullie gezien hebben, denk ik. Of misschien ook niet. Die staat in de stapmolen. Gisteren heb ik wel met haar gereden. Maar ze hoest nog wel. Dus ja. Toch maar even weer een dagje vrij. Even op de andere hand galopperen, Moppie. Ja. Ze heeft medicatie en dat gaat op zich heel prima. Dus dat houden we nog even lekker vol. En dan gaat het vast helemaal goed komen met haar. Super vrouw. En ze galoppeert lekker in de rechter galop. Daar zijn we wel heel blij mee. Het heeft veel moeite gekost. Maar als ze nu netjes loopt, dan gaat het in één keer goed. Dus dat is echt super fijn. Lekker paardje en lekker meisje. Leuk dat je hebt gekeken naar deze week vlog. De winnaar van de keycord die Tessa uitgedeeld heeft, die verschijnt nu hieronder in beeld. En die gaan we natuurlijk ook gewoon eventjes mailen.
allemaal bedankt voor het meedoen. En misschien als we weer wat leuks hebben, dat we dan nog een keertje zo'n winactietje doen. Gewoon een kleintje. Als je dat leuk vindt, laat het dan hieronder in de comments even weten. En ik zie je heel graag morgen voor een nieuwe video. Doeg!